Dames en heren, goedenavond, want met de Don Camillo film zijn we van de KRO middaguitzending al midden in de KRO avonduitzending beland. En die is nog lang niet afgelopen natuurlijk. Die duurt tot ongeveer 11:45. Het eerste programma daarvan straks na het journaal, dus tegen 8:30, is traditiegetrouw een aflevering van de advocatenserie Matlock. Maar eerst leidt Bob Bauma nu het spelletje cijfers en letters. En daar is men inmiddels aan toe aan de derde kwartfinale. Goedenavond, dames en heren, dag jongens en meisjes, cijfers en letters. We zitten in de kwartfinale. De eerste twee afleveringen in de kwartfinale waren erg spannend. Ik hoop dat het vanavond weer zo is. Dag Riemer Reinsma. We hadden vorige week geen... Vorige week hadden we geen probleemwoorden. Ik moet je ook zeggen, wat zie je er vlot uit. Ongelooflijk, leuk. Daar wordt voor gezorgd. Ja, je moet het weten te dragen. Ja. Zeg, heel veel succes vanavond, jij ook, met het opzoeken eventueel van moeilijke woorden. En mijn succeswensen gaan natuurlijk ook naar de kandidaten, twee oude bekenden. Ruud Wittopkoning aan mijn rechterhand. Ruud, jij bent chemisch analist. Ja. Hebben we vorige keer besproken. Ik heb veel te lang over jouw tandpasta gepraat. Ik heb op mijn donder gehad. Oh, enorm. Maar gelukkig is er nu een alleraardigst telegram voor jou gekomen. Het is een telex. Ik zal hem even voorlezen, want hij is heel slecht te lezen. Ik heb hem bestudeerd inmiddels. Heel veel sterkte en succes toegewenst van Loes, Anita, Jet, mevrouw Van der Hoek, Martin, Emiel en Fik. Van Stippeltje, Stippeltje, Stippeltje Products, Amsterdam. Dat zijn mensen van je bedrijf. Zijn mensen van het laboratorium. Ja, ja. Nou, je werd dus alle steun van thuis. Ja, en gelukkig wel. Jij doet, behalve dat medisch analist zijn, ben jij ook een, heb je me verteld, een modelbouwer. Wat bouw jij zoal? Ik heb de laatste jaren vrij veel aan modellen van ruimtevaart gewerkt. Oh. Als hobby. Het is eigenlijk min of meer een uitvloeisel van het ruimtevaartprogramma geweest. Nou ja. Bedenk je die dingen zelf? Of? Nee, dat zijn plastic modelbouwdozen die zo in de handel zijn. Nou ja, het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk als... Het is natuurlijk mooiste om het helemaal zelf te bouwen. Maar hebben die mensen die treintjes bouwen van koper en alles en zo? Ja. Maar zover ga je... Nee, dat, daarom maar lukt je tijd goed. Voor. Het lukt je goed? Ik bouw ze redelijk. Ja. En het schilderen, dat is het meeste werk ervoor. Ja, ja, want ik herinner mij regenachtige zomers dat ik het voor mijn zoons moest doen. En het lukte mij niet altijd zo goed. Ik heb niet zoveel geduld. Veel succes, Ruud, in de kwartfinale. Han van Os. Ja. Goedenavond. Han van Os, jij bent student lichamelijke opvoeding. Ja. Dat ik het vorige keer over had. Je bent dus niet in opleiding om gymnastiekleraar te worden, maar je gaat verder. Gezondheidsleer is jouw vak uiteindelijk niet. Gezondheidskunde. Ja. Gezondheidskunde, ja. Jij bent eigenlijk van alle kandidaten die ik heb ontmoet niet de echte puzzelaar. Je hebt je ook niet opgegeven in je curriculum vitae. Je hebt niet gezegd, ik ben de puzzelaar. Zoals er nog veel meer rondlopen overigens. Jij bent eerder een tennisser en een schaker. Heb je dit spelletje overigens vaak meegedaan thuis? Ja, ik doe wel inderdaad mee. Ik heb het zelf ook thuis. Bijvoorbeeld het cijferspel heb ik thuis. Heb je in Frankrijk gekocht? Nee, heb ik niet in Frankrijk gekocht. Ik heb het met dobbelsteentjes. Ah, en dan ja. Kan ik het zelf oefenen. Ja, ja, ja. En ben je nog goed thuis? Ja, meestal gaat het wel. Ja. Zeg, we gaan gauw beginnen met de tos. Jij mag het zeggen, kruis of munt? Kruis. En het is kop, kruis dus. Jij mag beginnen. Cijfers. Eerste rij. Derde rij. Tweede rij. Eerste rij. Vierde rij. Vierde rij. En dag vrouwtje, ja. Dagenvos, ik heb je nog vergeten welkom te heten. Dag. Dag, je hebt een schitterend staartje. Leuk. Ja. Dank je wel. Je weet goed. Dat renpaarden dit ook hebben. Ja. Maar je hebt 8 en 1. Een 8 en 1 en 8. Ja. Een 10. Een 4 en een 7. En het getal is 505. 505, de tijd gaat nu in. Thank you.
502. 502, en jij? Nee, daar kom ik niet aan. Je komt er niet aan, nee. Dan mag jij het zeggen. 7 keer 8 is 56. 56, ja. Min 4 is 52. 52. Min 1 is 51. 51. Keer 10 is 510. 510. Min 8 is 502. Ja, ik kwam wel dichterbij, maar niet erop. Wim Huygen, onze cijfer-expert, had ik ook nog niet welkom geheten. Wim, hij was niet te maken? Mijn benadering kwam ik op 506. 506, ja, dat is niet, dan is hij dus niet te maken. We gaan, dankjewel, we gaan letters doen en jij mag beginnen. Ruud, wet op koning. Een medeklinker. Een medeklinker, de P van Pieter. Een klinker. O van Otto. Een medeklinker. De V van Venlo. Een klinker. E van Enkhuizen. Een klinker. O van Otterlo. Medeklinker. P van Pieterburen. Een medeklinker. De G van Groningen. Een klinker. E van Eduard. En een medeklinker. De L van Limburg, de tijd gaat nu in. Wat heb je? Hoeveel letters? Ik kom op 6. 6. En jij? Ik heb een woord van 9 letters. Zo. Dan mag jij het zeggen. Vogelpoep. Ja, dat vind ik. Ja. Dat vind ik een schitterend woord. Voorlopig het mooiste van het seizoen. Niemand in... Op de tribune heeft u ook? Ja. Hebt u hetzelfde woord? Ja hoor. Ja, ja. Nee, nee, maar niet een ander woord. Vogel, dat vind ik een mooi woord. Niet waar, Riemer Rijnsma. Onvermijdelijk en ja. Heel mooi. Schitterend woord. Zo zit het aan deze kant? Of aan die kant? Wat heb jij? Nee, ik had Wat had jij? Ik had gevoel. Gevoel. Ja, ook heel mooi. Maar gevoel. En de computer heeft ook gevoel. Wat heeft die? Alleen maar gevoel. Gevoel. Maar niet vogelpoep. Alleen maar gevoel. 6 letters. Hé, hey, lijkt me. Vogelpoep niet. Mooi woord. Dat is toch het eerste woord van 9 letters dat wij dit seizoen hebben. Ook. Nou, ik kan geen bonus geven, maar dat had het bijna gedaan. Je mag beginnen met het volgende letterspelletje. Een klinker. A van Amsterdam. Medeklinker. T van Theodor. Nog een medeklinker. L van Lodewijk. Klinker. Zit allemaal kapot. E van Eduard. Medeklinker. C van Cornelia. Een klinker. I van Isaac. Medeklinker. F van Ferdinand. En een medeklinker. L van Lodewijk. En nog een klinker. Nog een klinker. E van Eduard, de tijd gaat nu in. Hoeveel letters? 5 letters. En jij? Ik ook 5. Dan mag jij het zeggen? Filet. Filet. Van filet Amerikaan. Ja. Riemer, heb jij daar bezwaren tegen? Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Dat mag, hè? Dat is een Nederlands woord geworden. Ja. Wat had jij? Ik had tafel. Tafel. Ja, zit er ook in. Iemand op de tribune, een langer woord. Mevrouw... Actie. Mooi.
We gaan cijfers doen en Ruud Wittekoning begint. Eerste rij. Tweede rij. Vierde rij. Derde rij. Eerste rij. Tweede rij. Bij een stand van 18 tegen 0. 4, 3, 100, 10, een 4 en een 6. En het getal is 484. 484, de tijd gaat nu in. Heb je een som uit? Ik heb 484. Dan mag jij het zeggen. 6 gedeeld door 3 is 2. Is 2, ja. 10 gedeeld door 2 is 5. 5, ja. Maal 100 is 500. 500. 4 maal 4 is 16. Van de 500 af is 484. Uitstekend. Heel goed. Prima. Mooi. We gaan letters doen en Han van Os begint. Een klinker. Ivan Isaac. Een medeklinker. D van Delft. Nog een medeklinker. B van Berchem. Een klinker. E van Epse. Nog een klinker. U van Uskwert. Een medeklinker. K van Kadoelen. Medeklinker. Die valt, die doet niet mee. M van Medemblik. Een klinker. A van Alfred. En een medeklinker. En een D van Dirk. Tijd gaat nu in. Vijf letters. Vijf. Ik ook vijf. Jij mag het zeggen. Kudde. Kudde. Ja, dat is een leuk woord. Kudde, is goed. Had jij? Dat had ik ook. Je had ook kudde. Iemand op de tribune met een aardig woord, een langer woord. Niemand. Ook allemaal kudde waarschijnlijk. Leuk woord. Riemer. Er zijn nog twee andere mogelijkheden met vijf letters, namelijk adieu en media. Oh ja, media, ja, zit erin. Adieu vind jij ook wel een Nederlands? Ja, dames en heren. Letters, en we beginnen met Ruud. Een medeklinker. Een klinker. D van Dirk. Over Otto. Een klinker. Weer een over Otto. Medeklinker. P van Pietje. Een medeklinker. En van Nico. Klinker. A van Adriana. Een medeklinker. K van Karel. Klinker. E van Ellen. En een medeklinker. J van Johanna. De tijd gaat nu in. 23:06 staat het.
En? Vijf letters. Vijf? Zes letters. Dan mag jij het zeggen. Pandje. Pandje. Een pandje. Een klein huisje bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een interessant pandje gekocht. Pandje. Wat heb jij? Ik had dopen. Dopen, ja, kan ook. Had iemand... Ik had knoopje. Een... Knoopje. Knoopje. Ja, er zitten twee o's in. Ja, mooi. En daar nog iemand meer? Een langer woord? Nee. Riemer? De computer heeft er niets aan toe te voegen. Althans niets wat beter is. Nee, nee. We gaan cijfers doen en Han van Os begint. Eerste rij. Derde rij. Tweede rij. Derde rij. Eerste rij. Tweede rij. Ja. 50. 3. 50. 8. 10. En 4. En het getal is 826. 826. De tijd gaat nu in. Niet een echte puzzelaar, maar altijd het eerste klaar, toch? Ja. Ik heb hem, inderdaad. Ja, ik zag het. Hij is ook niet zo moeilijk, dacht ik. 50 plus 50 is 100. Hij is, geloof ik, een... Dat hebben wij hier staan. Het is 826, is het. Ja. Hij is gesprongen. Hij is gesprongen. Daar rekenen we mee. Ja. 826. 826. Dat was het woord, dat was het de doelgetal. Dat ja. is hem. Ja, dat heb ik ook duidelijk gezegd. Het is even gesprongen. Ik heb 50 plus 50 is 100. Is 100, ja. Keer 8 is 800. 800. 3 keer 10 is 30. Ja. Min 4 is 26. Uitstekend. Zijn we? Ja, dat hem ook, hè? Ik had hem ook. Heel goed. Ja. Van hier rechts. Ludwig Witte Koning had hem ook. 8, 26 dus. Jij mag beginnen met het letterspel, Ludwig. Een klinker. De ei van IJsbrand met puntjes 1 letter. Een medeklinker. De H van Harlingen. Een medeklinker. F van Franeker. Een klinker. O van Opdam. Een medeklinker. C van Cornelia. Een medeklinker. S van Sappemeer. Een klinker. I van Isaac. Een medeklinker. K van Karel. En een klinker. Weer een I van Isaac, de tijd gaat nu in. Vijf. Vijf, en jij? Vier. Dan mag jij het zeggen? Schijf. Schijf. Ja, er zat een lekkere SCH in. Zonder dat niet te gebruiken. Schijf, keurig woord. Jij had? Ik had ijsko. Ijsko, ook een leuk woord. In de zomer. Iemand op de tribune, een langer woord? Nee. En misschien de computerriemer? Ook geen langer woord, Bob. Geen langer woord. Schijf. We gaan letters doen en Han van Os begint. Een klinker. Even Eduard.
Een medeklinker. S van Simon. Klinker. Weer een E van Eduard. Medeklinker. D van Dirk. Klinker. U van Utrecht. Medeklinker. G van Goed. Medeklinker. N van Nicolaas. Een klinker. E van Eduard. En nog een medeklinker. N van Nicolaas. De stand is 35-11. De tijd gaat nu in. Ik heb 6 letters. 6 letters? Ik ook. Wat heb jij? Ik heb deunen. Deunen. Deunen kan ik nooit. Meervoud van deun. Ja. Heb jij? Ik had deugen. Deugen, ja. Dat deugt ook. Iemand anders een leuk woord? Degenen. Nog een keer. Degenen. Degenen. Ik denk dat... Is goed. Is het ook goed, degenen? Ja. Is dat niet een verbuiging? Nee, dat is een meervoud. Ja. Degenen, oh ja. En dat mag. Dat mocht wel. Oh. Degenen mag ook, bij deze. Deunen is goed. Ja. Geen ander gek woord. Niet zoveel mee te maken. De computer gaat ook niks anders? Die had ook 7 letters, negende. Negende, ja, dat was een mooie. Rangtelwoord negende. We gaan cijfers doen. Jij als eerste, Ruud. Tweede rij. Eerste rij. Vierde rij. Vierde rij. Eerste rij. Tweede rij. Stand 41-11. Een 5, 6, 9, een 2, pardon, 50 en een 3. En het getal is 888. 888. De tijd gaat nu in. Hem, Ruud? Ik heb hem, ja. Maar je kunt er niet meer mee winnen, vrees ik. Ik denk het niet, nee. Zeg het maar. 2 maal 9 is 18. Ja, dat is 18. Maal 50 is 900. 900. 5 min 3 is 2. Ja. Maal 6 is 12. Ja. 900 min 12. Uitstekend. Ja hoor. Ja, goed. Ja. Jij had hem ook? Ja, ik had hem ook. Goed. Nu gaan we naar het laatste letterspelletje. Han van Os begint. Een mee.